heel veel strips, als je die gaat lezen, die lees je gewoon in één ruk uit en dan heb je hem uit. Oké, en dan ga je naar de volgende. Maar je hebt ook van die strips erbij, die lees je en terwijl je aan het lezen bent of je klaar bent met lezen, dan denk je echt zo van, wat heb ik nou gelezen? Wat is dit? Nou, zo'n album heb ik gelezen en dat is namelijk deze en dat is het album Splinter. Het debuut van Age Morris en Victor Zilverberg. Ik heb de makers van dit album ontmoet op het stripfestival in Breda, want daar presenteerden zij dit prachtige album. Nou ja, eerlijk gezegd heb ik in eerste instantie nog niet hun ontmoet. In eerste instantie heb ik ontmoet Tim van Broekhuizen, ook een stripmaker die vlakbij hun zat. En die sprak mij aan en die vertelde van, joh, ik ben als personage verwerkt in dit boek. En hij gaf mij een exemplaar, want hij was benieuwd wat ik ervan zou vinden. Dus toen ik thuis kwam, ben ik gaan lezen. Want ik was best wel nieuwsgierig van, oké, wat is er dan? Nou, de voorkant mogen al duidelijk zijn. Dan heb ik al zoiets van, oké, dit is wel bijzonder. Ik had ook op Facebook al wel wat plaatjes gezien. En ik had toch wel zoiets van, wat is dat? Het trekt wel mijn aandacht. En dat is het leuke, hè? Dat is goed. Een voorkant van een stripboek moet je aandacht trekken. Nou ja, dan ga je natuurlijk openslaan en dan ga je lezen. En dan ga je zien dat dit zeker een heel bijzonder boek is. Dat is in de eerste instantie toch voor rekening van de tekenaar, Victor Zilverberg. De stijl die hij hanteert, ik ben nog niet zo heel erg thuis in hoe die stijlen allemaal heten. Dat zeg ik er heel eerlijk bij, dus ik heb het wel even nagekeken. En de stijl in dit boek, nou even een voorbeeldje ervan, dat noemt men de atoomstijl. Nou, op zich heb ik zoiets van, volgens mij heb ik zoiets wel eens eerder gelezen, zo'n stijl. Het is een variant op de klare lijn, die natuurlijk heel bekend is geworden door Hergé, maar die we ook kennen van Erik Heuvel, hè, January Jones en ander werk van hem natuurlijk. Dus als je dat gaat lezen, dan zie je al meteen een hele bijzondere tekenstijl. Daarnaast ook de inkleuring van het album. Nou, nog even een voorbeeldje laten zien. Hè, ook de inkleuring is heel bijzonder. En alles bij elkaar geeft dat een hele bijzondere uitstraling en maakt dit voor mij een heel intrigerend album. Er mist nog één ingrediënt natuurlijk, hè, naast de tekening en inkleuring, die dit album nou net even de factor geeft. En dat is het scenario. Want toen ik ging lezen had ik echt zoiets van, oké, waar willen ze nou naartoe? Ik was een beetje in verwarring door de eerste pagina's van, ik denk van, goed, wat willen ze nou gaan brengen? Maar als je dan even doorleest, dan op een gegeven moment dan valt het kwartje. En dan heb ik toch wel zoiets van, oké, wacht even. Die kant gaan ze op. Dat is interessant. Dat had ik niet helemaal verwacht. Nou, dat maakt het leuke aan dit album. Daarom vind ik dit een intrigerend album om te lezen. Als je even kort naar het verhaal kijkt in een notendop, dan gaat Splinter over een man die in het begin van het verhaal kort na elkaar een aantal noodlottige zaken meemaakt in zijn leven. Daarna komt hij in bezit van een heel merkwaardig religieus artefact. Dat gaat eigenlijk zijn leven een beetje beheersen. En mede daardoor komt hij in aanraking met een variëteit aan misdadigers. En een van die misdadigers is Django Tim. Nou, je raadt het al. Django Tim is vormgegeven naar Tim van Broekhuizen, die ik al eerder noemde, degene die mij dit prachtige album heeft gegeven. Er zit ontzettend veel in, want naast die ingrediënten zit er nog een heel belangrijk ingrediënt in het boek. En dat is een hele wagen lading vol met acroniemen. Ongelooflijk, ik was aan het lezen en ik had echt van, oké, volgens mij houdt scenarist Morris enorm van acroniemen, want het verhaal zit er vol mee en ze worden ook overal uitgelegd, dus dat is op zich wel interessant. En als je dat boek dan leest, dan mis je waarschijnlijk een hele hoop. Nou, dan kom je aan het eind van het boek. Nou, geen nood, want daar komt nog wat uitleg. Hè, mocht je dingen gemist hebben, dan worden wat dingen verklaard. Ben je dingen tegengekomen van je denkt van, hey, hoe moet ik dat nou zien? Ook dat wordt dan aan het eind verklaard. Dus dat soort zaken, dat zit erin. Hè. Ze hebben begrepen bij het maken van dit album van, goed, misschien krijgt niet iedereen het mee. Dit is een album wat je echt vaker moet gaan lezen. Maar geloof me, dat is absoluut geen straf, want het is een heel fascinerend boek. Prachtig getekend, prachtig vormgegeven, met een heel interessant verhaal, wat eigenlijk toch wel een beetje afsteekt op de meeste verhalen die ik in de regel in de strips lees. Als ik terugkijk even naar het afgelopen jaar wat ik gelezen heb, dan steekt deze qua verhaal er zeker wel bovenuit. En dat maakt zo'n boek gewoon heel boeiend om te lezen. Daarnaast is dit boek tot stand gekomen door middel van crowdfunding. Nou, ook dat vind ik al heel bijzonder, want dat toont al aan dat er dus heel veel mensen zijn die toch een
warm hart hebben voor de strips. Hier is de hele lijst van mensen die gedoneerd hebben om te zorgen dat dit boek uitgegeven kon worden. Het is dus in eigen beheer uitgegeven. Nou, dat vind ik ook ontzettend gaaf en toch mooi om te zien dat mensen zich niet altijd tegen laten houden door het feit dat ze bijvoorbeeld geen uitgeverij hebben die ze steunt, maar dat ze zoveel geloven in hun werk dat ze gewoon zeggen, wij gaan toch manieren zoeken om dit zelf uit te brengen. Nou, ik ben blij dat ze het gedaan hebben, want het is echt een fantastisch mooi boek. Ik heb het echt met heel veel plezier gelezen en er zit ook heel veel in om over na te denken. Het is, ik heb in een ander vlog wel eens gezegd, Suske en Wiske is toch een klein beetje fastfood. Het is leuk, maar je hoeft er niet te veel bij na te denken. Dit wordt dan toch wel weer een stukje taaier. Hier zit wat meer in om over na te denken. Ook als je klaar bent met het boek, kun je er nog even over doorfilosoferen. Dat vind ik ontzettend leuk. Dat maakt dit boek gewoon heel bijzonder. En zoals ik al zei, dat steekt toch een beetje uit boven de rest. Nou, dat is wat zelf betreft zeg ik gewoon gefeliciteerd, heren Morris en Zilverberg, met dit prachtige boek. Deze heren werken al heel lang samen, hebben ook al allerlei dingen gemaakt, maar nog nooit echt een stripboek. Dit is hun eerste stripboek wat zij samen gemaakt hebben. En dat, ik vind die samenwerking, die werkt erg goed. Ik vind dat top. Ik hoop ook echt dat die verder gaat, want het album eindigt vrij abrupt. En dan heb je echt zoiets van, oké, maar hoe gaat het nou aflopen? Ja, dat weet je dus niet. Het lastige is alleen dat ik begrepen heb dat er geen direct vervolg op Splinter gaat komen. Dus dat is een beetje jammer, maar aan de andere kant, ja, toch ook, heeft dan ook wel weer, draagt weer bij tot de mysterie in dit album. En dat vind ik dan ook wel weer leuk. En gelukkig gaan de heren Morris en Zilverberg wel verder. Er komt nog een stripboek, dus wat dat betreft kunnen we in ieder geval zeggen, wordt vervolgd.